Onder Rutte 2 is de collectieve lastendruk gestegen tot bijna 40%. Het aandeel van de overheid in onze economie is onder Rutte 2 keer zo snel gegroeid als onze koopkracht. Mark Rutte is kortom de meest succesvolle PvdA'er aller tijden. Nog nooit werd er in Nederland zoveel geld rondgepompt via de overheid als onder Mark Rutte. Maar als je gaat kijken naar de totale lastendruk van het bedrijfsleven de afgelopen jaren, dan is die fors gestegen, zoals die ook bij de burger is gestegen, als gevolg van de crisis. Wat je op dit moment ziet, ook in de afgelopen jaren, en dat zet dit kabinet door, is een verschuiving. Een verschuiving van inkomstenbronnen, waarbij er veel meer geld zal worden opgehaald uit milieubelastingen in het kader van de vergroening van het belastingstelsel. Niet alleen aan de kant van de mensen, van de werknemers, maar ook aan de kant van de bedrijven.